sushi-salade. Kook 250 gram sushi-rijst volgens de aanwijzing op de verpakking. Verwarm 5 eetlepels rijstazijn in een steelpan en los er 1 theelepel zout en 1 theelepel suiker in op. Giet het mengsel over de nog warme rijst en blijf 3 minuten omscheppen. Verwijder de stronkjes van 2 kropjes baby romaine sla. Snijd de sla in dunne repen. Leg de slareepjes op de bodem van een ruime, platte schaal. Verdeel 4 eetlepels wasabi-mayonaise over de sla. Schep de sushi-rijst op de sla. Snijd 1 komkommer in de lengte in kwarten. Verwijder met een lepel de zaadlijsten. En snijd het vruchtvlees in lange repen. Snijd de repen in stukjes van ongeveer 6 centimeter. En verdeel over de rijst. Verhit een koekenpan met anti-aanbaklaag en bak 300 gram zalmfilet 6 minuten. Keer halverwege. Neem de pan van het vuur. Verdeel de zalm in stukjes. Besprenkel met 2 eetlepels Japanse sojasaus en leg op de salade. Snijd 2 avocado's overlangs doormidden. Verwijder de pit en schep het vruchtvlees met een lepel uit de schil. Snijd het in lange repen en leg op de salade. Scheur 1 nori-vel in stukjes en strooi over de salade. Zo maak je sushi-salade.